Hallo, goedenavond. Ik ben mezelf even aan het zoeken hoor. Ik kan mezelf niet vinden, is dat wat? Dat is wel een beetje bijzonder. Ja, daar ben ik. Tenminste, doet hij het ook. Nou, ik start mijn Facebook even opnieuw op, want die doet vervelend. Op mijn computer dan. Zo. En nu gaat hij heel braaf doen wat ik wil. Yes. Nou, nu ben ik er klaar voor. Ga vanavond met jullie, voor jullie, dit roodborstje schilderen. Vind ik wel een klein beetje spannend. Niet omdat ik het niet kan, maar ja, live is alles anders natuurlijk. Dan zit je er anders voor. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon goed gaat. En anders dan. Het is niet het eerste beestje wat ik schilder op zich. Dus je zou denken, Eels, dat moet je kunnen. En anders dan, nou ja, dan zien jullie ook eens hoe ik spullen vliegles geef. Nee, maar komt goed. Dat, ik zie de boze smileys nu al door de chat heen vliegen. Dat is voor de gezelligheid, hè, jongens. Het gaat helemaal goed komen. Ik ga jullie laten zien hoe je deze kunt schilderen. En dan hoop ik natuurlijk dat jullie dat ook willen gaan proberen. Want dat vind ik altijd zo leuk als ik dan wat gemaakt heb. Dat ik ook zie dat mensen het ook geprobeerd hebben. Dat is wel zo leuk. Nou, ik ga vanavond werken in het Hanemühle Watercolor Boek. En dat boekje, dat heb ik eigenlijk al heel lang. Ik heb er een heleboel van. En ooit ben ik er met één begonnen. Dat werd mijn vogeltjes. Nee, zo'n klein boekje ben ik toen mee begonnen. Daar heb ik wat dingetjes in uitgeprobeerd toen ik net met de aquarelverf begon. Dat, nou ja, oké. Als jullie even willen lachen, daar heb ik wat dingetjes uit zitten proberen. Hier een kerstbomending. Heb ik ondertussen wel kan ik dat wel beter. En hier een, nou, die vond ik nog wel aardig gelukt. Een boom, was een tutorial volgens mij van YouTube af, wat ik toen gedaan heb. En dan hebben we hier nog een bloem. En dat was het wel. Dit was tien keer niks. Maar daarna ben ik overgestapt naar een grotere. Omdat ik dit. Dit is een A6'je, 10 bij 15. Dat vind ik best wel een heel klein. Dat is voor mij heel klein om op te werken. Ik zeker met aquarel, ik werk graag groot. En toen ben ik overgestapt naar dat grote boek. Het grote watercolor boek. En dat is deze. Dat is een A4 liggend. Helaas, op de een of andere manier hebben ze die van Hanemühle niet staand gemaakt. Dat vind ik kei jammer. Maar dat is mijn vogeltjesboek. En verwacht er niet te veel van. Er zitten twee hele vogeltjes in dat boek. Maar dat, daar ben ik toen, heb ik deze toen, ben ik daarin begonnen. Heel lang over gedaan, dat weet ik nog wel. Vooral het hout was ingewikkeld. En deze, die hebben jullie waarschijnlijk wel voorbij zien komen. Daar was ik toen aan begonnen. En er stond echt zo'n blauwe vlek op het papier. Van nou, dat was het. En toen kwam ik van de week, ging ik die boekjes opzoeken. Want ik heb er echt een jaar, denk ik, heb ik die laten liggen. En toen ging ik die boekjes opzoeken en toen kwam ik deze ook weer tegen. Toen dacht ik, oké, die blauwborst die moet af. Die heb ik ooit eens in de kast teruggegooid. Dus die heb ik afgemaakt en die hadden jullie vast wel een keer gezien. En het enige nadeel, ik had zo graag nog een A4 boek van deze staand gehad. Zodat ik ook vogeltjes op A4 in dit boek kan maken. Maar die rechtop staande foto's hebben. Net zoals deze roodborst die we straks gaan gebruiken. Even voorzichtig te afhalen. Dat is een staande foto. En natuurlijk, hij is bijna net zo groot als deze hier. Maar dat vind ik gewoon zonde van mijn bladzijde. Als ik zo'n. Ik weet het niet. Het is hetzelfde. Het is hetzelfde, maar dat zit in mijn hoofd dat dat gewoon niet kan. Dus daar had ik dan graag een staand boek voor gewild. Maar ja, dat genoeg gezeurd, want die bestaat niet.
Maar het verbazende van deze boekjes is dat er behoorlijk goed aquarelpapier in zit. Waar je goed ook de kleuren mee kunt ophalen, wat belangrijk is. Het is 200 grams papier wat erin zit. Dus het is niet geschikt voor enorme flatse water. Ja, je boek draaien, dan moet ik hem zo gaan maken. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Voor de rest ben ik helemaal niet moeilijk. Maar dat plus, dit werkt voor geen meter. Want dan hebben die lange flap, die zit aan de verkeerde kant. Maar dat is in mijn hoofd, kan dat gewoon niet. Dat zegt meer over mijn hoofd waarschijnlijk dan over dat het echt niet kan. Maar ik hou erover op, ja. Maar goed, vanavond dus deze roodborst in het A5 boekje wat er van is. En ik was dus over het papier aan het vertellen. Dat er 200 grams papier in zit. En dat dat nog best wel hartstikke oké papier is. Je moet niet super nat en nat gaan werken. Met laag over laag. En nog meer water en nog meer water. Dat lukt niet. Want dan krijg je, nou ja, het lukt niet. Het lukt wel. Maar het wordt er niet zo. Je papier trekt dan erg krom. Maar gewoon zo'n illustratie schilderen. Dat gaat hartstikke prima op dit papier. En het fijne daarvan is dat je het ook heel makkelijk op kunt halen. Deze die is nog nieuw. Want ik was zo enthousiast over die boekjes dat ik er natuurlijk gelijk alle maten van wilde hebben. Behalve de maten die er dus niet waren. Oh, dit gaat er ook niet af. Dan maar met grof geweld. Zo. Ik denk dat schuiven we er even af. Maar dat wou dus niet. Het is ook echt een mooi boekje. Qua uiterlijk, want het is echt een, kijk maar, er zit een mooie kaft omheen. En dus het is niet een ja, het ziet er deftig uit ook, vind ik. Het is niet zo'n standaard, dat is niet zo'n standaard boekje. Nou, kijk, en tadaam, dan gaan we maar op dit maatje verder met de vogeltjes. Zo, een beetje open wrijven, zodat hij op de goede plek ligt. En deze roodborst, die gaat hier dus inkomen. En als het niet lukt, dan gaan er bladzijden uitvliegen. Nee hoor, het gaat gewoon goed komen. Ik begin altijd met pampenstel. Het is vandaag wel een dag waarop alles misgaat trouwens, want ik was net ook alweer bezig. Ik was mijn spullen aan het klaarleggen. En ik pak mijn pampenstel kussentje. En wat gebeurt er? Tuurlijk laat ik mijn pampenstel spons, niet deze, maar een andere, midden in mijn pot met aquarelwater vallen. Dat is ook echt, dat kan maar één iemand. Maar ja, dat vind ik elkaar niet zo leuk natuurlijk. Ja. Ik begin weer op een manier waar ik eigenlijk altijd op begin als ik een aquarelletje wil maken. Is dat ik, zeker van een foto, de foto uitprint met mijn vreselijke printer. Maar dat maakt echt allemaal niet zoveel uit. En daar smeer ik op de achterkant pampenstel. Er zijn wel eens mensen die vragen van, kun je dat nog met andere dingen insmeren? Je kunt het ook met potlood insmeren. Soms heeft potlood of grafiet dan eigenlijk, schrijfpotlood bedoel ik dan, of een tekenpotlood. Dat klinkt beter natuurlijk. Als je een lekker zacht potlood neemt, je kleurt dat in, dan wil dat ook wel lukken. Ik vind het zelf, dit gaat veel sneller. Er zitten wel een paar voordelen aan potlood. Pampenstel, als dat nat is geweest, laat zich heel slecht uitgummen. Maar pampenstel, als het droog is, kun je het wel gummen. Dus het is een beetje, een beetje inimine mutten wat je daarin belangrijk vindt. Nou, ik plak hem even vast. Ik denk alleen, dat gaat nog net. Toch maar even een klein hoekje erbij. Hij is een beetje krom geworden omdat hij heeft gehangen hier van de week. Eigenlijk heel de week al. Kon ik me mentaal voorbereiden op. Kan het ook met zacht pastel van Rembrandt? Ik denk het wel. Kan je dat uitgummen, Carina? Want dat vind ik dus handig aan pampenstel. Dat je het kunt uitgummen. En ik kan het wel even laten zien. Dan kun je heel even mijn gummetje schoonmaken. Kijk, dit drukt door. Als ik hier nu zeg streep. Oh, daar zat geen pastel natuurlijk.
Dat heb ik alleen hier gesmeerd. Even kijken. Ja, hier wel. Als ik hier een streep zet, dan heb ik hier nu die streep op mijn papier staan. Hopelijk kunnen jullie dat zien. Mijn pampenstel kun je dus ook gewoon, hup, doei doei, uitgummen. Dus als je je lijntjes niet meer mooi vindt, gum je het uit. Maar als pampenstel nat is geweest, en ja, met aquarel wordt het nat, dan gumt het helemaal niet meer zo makkelijk. Kan houtskool ook. Vast wel, maar ook voor houtskool, houtskool kan je niet gummen. Ja, lastig met kneedgum en zo, maar nou ja, ik doe het eigenlijk altijd met pampenstel. Je kunt grafietpapier gebruiken, je kunt potlood gebruiken. Eigenlijk alles wat afgeeft kun je gebruiken, denk ik. Maar het ligt een beetje aan de handigheid van het ook weer uit kunnen gummen. Maak je een foutje, maak je een zootje, dan is het fijn als je het kunt uitgummen. Nou, let's go. Ik ga lekker beginnen. En met een schetsbeweging, ik heb hier een 1H potlood, zo'n potlood wat je nooit gebruikt. Die gebruik ik dan nu wel om hier in mijn tekening een beetje die vormen erin te schetsen. En dit is gewoon een manier voor luie mensen. Maar, en je kunt het ook zelf tekenen natuurlijk. En dan, ja, dan ben je wel even bezig met de verhoudingen goed maken. Je kunt ook, daar geeft jullie jouw woning ook wel les in de hokjes methode. Vroeger, in die tekenboeken van vroeger zat dat ook, dat ken je vast wel. Dan stond er een plaatje en er stond er zo'n vierkant achter. En in dat vierkant, daar kon je dan dat tekeningetje vergroot natekenen. Hartstikke grappig, heb ik vroeger best wel vaak graag gedaan. Maar dit op deze manier, en het is even saai om naar te kijken, volgende keer als ik weer iets schilder, dan zal ik het van tevoren ook doen. Want ik hoef niet steeds alles te laten zien natuurlijk. Zo. En niet te lang kletsen, want dan krijgen we die roodborst niet af. Het is altijd een beetje lastig als je iets wil schilderen. Het moet wel in een uurtje af zijn, want ik doe eigenlijk altijd best wel lang over al mijn werkjes. Zelfs over een vogeltje waarvan je denkt, nou, een beetje bruin, een beetje rood, klaar. Maar ik ben wat dat betreft wel een Pietje Meut. We moeten wel zo gaan zoals Ilse het wil. Anders is het niet meer leuk. Wat je nu ook heel goed kan doen, is een beetje die kleurvakken aangeven. Zo bijvoorbeeld. Dat je ongeveer weet van nou, dat loopt daar, dat zit daar. En dat hoeft allemaal niet. Je kunt ook naar je foto kijken. Maar soms is het ook wel fijn als het er gewoon in staat. Dan ga ik zo naar jullie vragen kijken, want ik zie wel wat voorbij komen in de chat. Maar ik kan het even niet allebei tegelijk. Ik zal zo even terug scrollen. Zo, nou kijk. En dan kan je, ik heb hem hierboven vastgeplakt. En dan kan ik hem zo omslaan. Om te kijken of alles erop staat. Nou, ik zie al dat ik één poot vergeten ben. Dat is ook een beetje, er zit alleen een onderteentje van. Dus dat gaan we nog even doen. Ik ben zijn hele buik vergeten hier. En zo. En deze hele poot. Arme beest. Het is maar één pootje. Zo. Nou, de oog zit erin, de snavel zit erin. Dan
komt het zo wel goed, denk ik. Want toch geef ik dit nog even aan. Dat is vooral die gezichtskenmerken, zoals een oog, een snavel, dat soort dingetjes. Dat is wel belangrijk dat dat er goed op staat. De rest van het lichaam, dat boeit allemaal niet zo. Maar ja, echt een beetje die uiterlijke, die kenmerken, het gezichtje, dat is wel elementair. Of belangrijk. Omdat, ja, daar zit de ziel in. Dat is gewoon je werk van je. Nou, de rest geloof ik wel. Gaat goed komen. Dan mag hij eraf. En dan kun je dit eigenlijk weggooien. Zo hard is het. Of ophangen. Of nog gebruiken. Als je een mooie foto hebt. Een goed uitgeprinte foto qua kleuren. Dan kun je die nog gebruiken. Maar ja, die van mij die zit vol met strepen. Want ik heb echt een printer. Dat is echt. Dat ding is nog nooit goed geweest sinds ik hem kocht. Ja, oké, 1 week. En daarna had ik al strepen en kalibreren. En nou, je kan kalibreren tot je een ons weegt. Het is gewoon niks. Maar goed, nou gaan we gauw schilderen. Nou, Tamara, je hebt nog niks gemist hoor, dus. Arm vogeltje, 1 pootje en geen buik. Ja, nou, maar nu heeft hij 2 pootjes. Het was eigenlijk zijn kontje. Zijn kontje zat er niet op. Maar nou, ik heb een aantal kleuren die ik ga gebruiken. Ik noem ze even op, maar aan de napjes zie je niet zo heel veel. Ik heb een buff titanium. Ik heb raw umber. Raw umber is een beetje grijsbruinige kleur. Ik heb een heel klein beetje transparent brown oxide. Ik heb sepia, dat is een donkerbruin. Ik heb quinacridone gold, dat is een gelige kleur. En ik heb de quinacridone burnt orange, dat is een oranje kleur. En de neutral tint van de grijs. En ja, er zijn best wat kleuren op. Alweer van de Daniel Smith. Maar er komt weer volgende week een grote order binnen. En mag ik verklappen dat er dan ook nog een keertje korting komt op de tubus. Dus mocht nu je kleur op zijn, volgende week komt de hele bubs als het goed is weer. Want de groothandel was na oud en nieuw ook een beetje leeg, begreep ik. Dus vandaar. Nou. Let's go. Ik heb hier aan de. Even een beetje opschuiven. Aan de zijkant nog een palet liggen. Dat is zo'n. Ik heb een plastic nu. Want ik ben de porseleinen zelf vergeten te kopen. Daar heb ik wel bij de duif mee. Ja, daar hebben we het over gehad. En dat was voor me gepakt. En nou ja, goed. Weet je het wat? Ik heb hem niet genomen, blijkbaar. Dat is een beetje stom. Dus die is ook uitverkocht. Dus. Maar porselein werkt doorgaans beter. Dus als ik mijn porseleinen palet heb, dan zal ik ook wel eens een keer het verschil laten zien. Nou, ik ga even iets oneerbiedigs doen. Even een klein beetje krakken, zodat hij plat valt. Zo. Nou, dat helpt niet. Even kijken waar ik alles wil laten nu. Want normaal gesproken werk ik allemaal wat anders. Zo. Nou, dat palet dat gebruik ik wel om kleurtjes uit te smeren. Of nee, het is niet zo. Ik zit niet goed anders in het midden. Even kijken. Waar gaan we eens beginnen? We gaan maar eens beginnen met het nat maken van de napjes. Napjes liggen, nou ja, liggen aan de bovenkant. Dat is ook niet handig. Zo. Ik leg ze helemaal links. Daar kunnen jullie niet zien. Maar geloof me maar dat ze er zijn. Penselen, daar gebruik ik Da Vinci penselen die ik eigenlijk elke week gebruik. En nou ja, daar gaan we mee aan de slag. En ik begin met in nummer 4, denk ik. Met nummer 4 gaan we gewoon doen. Waar is mijn voorbeeld? En ik begin met Raw Umber. En dan gaan we als eerste gaan we die takte inzetten. En daarvoor strijk ik met penseel nummer 6 eventjes nu eerst die tak een beetje nat.
Zo. Dan hoef je niet kletskledden nat te zijn, maar dan verspreidt mijn verf net even wat lekkerder. Zo. Nou, en dan pak ik een, dus penseel nummer 4 en de Roll Umber. En bij deze boomtak was het zo in de foto. Normaal gesproken zou ik zeggen de onderkant het donkers, maar bij deze was het toch, kwam het licht toch echt van de andere kant. Dus begin met het donkerde inzetten van die Roll Umber. Hier aan de bovenkant loopt hij uit, dus dat vervaag ik dan ook gelijk maar zo van nou, hop, doe er maar wat leuks mee. En zo breng ik wat, wat kleur in die tak. En ik zorg dat hij dus aan de bovenkant het donkerst is. En dan kun je dat wat uitpoetsen met je penseel. Want hij wil natuurlijk wel overal kleur krijgen. Dat snappen jullie ook wel. En ik begin nu gelijk redelijk donker aan die bovenrand. Je kunt ook zeggen van joh, ik doe eerst eens een dun laagje in die stam. En dan ga ik het donkerder maken. Maar ik weet wel ongeveer hoe ik het wil hebben. Dus je ziet dat hij hier alweer opgedroogd is. Dan pak ik een nat penseel. En dan trek ik die verf even goed nog naar de onderkant. En hier ook. En ik werk gewoon over die pampenstel heen. Het interesseert me niet als er nog een randje zit. Plus je krijgt het nog wel enigszins uitgegumd. Het is niet dat het helemaal niet meer weg kan. Zo. Nou, maar zo heb je al heel snel dus eigenlijk een basis voor een tak. En doordat we dat alvast hebben aangegeven, kunnen we die niet meer kwijtraken. Hier zit die tak en nergens anders. Je kunt er voorzichtig al een beetje structuur in maken. Maar dat kun je ook doen op een later tijdstip. Want hij mag nog een heel eind donkerder worden. Maar dat komt straks. Nou, dan hebben we het vogeltje. En dan beginnen we met zijn kapje. Want ook die maken we als eerst met de Roll Umber. En die zet ik hier in de hoek aan. En dan spoel ik mijn penseel uit. En dan poets ik met mijn natte penseel, met alleen water, poets ik daar wat kleur in. Zo, tot ongeveer hier. En dan komen nog een heleboel lagen overheen. En dan laat ik hem hier naar beneden, laat ik hem wel uitvloeien, dat je wel een vloeiend lijntje krijgt. En hier ook met een nat penseel een beetje uitpoetsen. Maar hier komt straks een andere kleur in. Maar jullie zijn linkshandig. Nou, dat vind ik knap. Ik kan wel wat met links hoor, maar niet schilderen. Dan breng ik hier, ik ben nu met de bruin begonnen. Ik weet niet eens meer toen ik hem maakte waar ik mee begonnen ben. Maar ik werk meestal een beetje kleurtje voor kleurtje af. Waar ik de kleur wil, breng ik het aan. En dit is nog steeds die Roll Umber. Je ziet ook wel dat dat dezelfde kleur is als de boom.
En dan strakjes ga ik er gewoon met een andere kleur nog weer in. Ik ben blij dat ik rechts ben. Mijn linkerkant doet niet veel. Nou, ik denk, hè, Rini, dat als je links was geweest, dat je rechterkant niet veel gedaan had. Dat is zo'n grapje. Daar hebben heel veel mensen last van. Laten we de borst doen. Die borst is namelijk wel even een ding. Dat is het kenmerk van de vogel. En daar begin ik met het hele ding nat maken. Breng even ook in die buik. Breng ik even een laagje water aan. Om de snavel heen laten we het hele boel maar doen. Zo. En dan pak ik Quinacridone Gold. Dat is een gelige kleur. En die gelige kleur, die zet ik erin. Nou, jullie zien het al. Die kleur die knalt van je papier af. Dat is echt een zo'n verrassende kleur. En zo'n gave kleur ook. Daar kun je echt hele gave dingen mee. Wat ik dan nu ga doen. Want je ziet misschien wel als je wat dichterbij kijkt. Ja, dat gaat bijna niet. Maar oké, even kijken. Beetje inzoomen. Nou, daar ben ik. Een beetje naar beneden. Zo. Hier krijg je nu die waterranden. En die gaan we weghalen. Door met een vochtig penseel daar even overheen te boenen. Want die waterranden, die maken het er allemaal niet zoveel mooier op. En datzelfde geldt voor de onderkant. Dit hier. Zoveel geel hoeft er niet zijn borst in. Dus dat halen we weg. En het is, die geel is alleen een onderlaag. Want we maken er geen geelborstje. Maar die geel zorgt er wel voor dat als ik straks mijn oranje erin zet. Want dit mag gewoon even op gaan drogen. Dat als ik mijn oranje erin zet, dat allemaal net even wat mooier en gaver wordt. Dan gaan we hier verder. Even kijken hoor. Nou, ik had dit ook al nat gemaakt, dus dan gaan we daar maar mee verder. Met de burnt, niet. Buff titanium. Dan krijgen we de hik ook nog. Die buff titanium brengen we een klein beetje aan in het borstje. In het buikje. En in zijn kont. In zijn billetjes, in zijn vogelachterwerk. Hoe we het ook gaan noemen vandaag. Zo. Nou, dan pak ik de grijs. Er zoomt iets. Dat kan eigenlijk niet. Nou ja. Dan pak ik de grijs. En ik ga het even anders doen. Want ik wil mijn paletje even gebruiken. Nou, ik heb hier nog een stukje papier. Dat kan daar wel op liggen. Ik wil die bladzijde natuurlijk weer niet vies maken. Dat vind ik zonde. Want die grijs is heftig en ik moet hem niet altijd zo heftig hebben. Dus wat ik dan doe is ik pak wat van die neutral tint is dit. En die stop ik in dat palet. En de volgende keer laat ik zien waarom een porseleinen palet soms fijner werkt. Als die weer leverbaar is. Nou, met die neutral tint gaan we hier dit vakje grijs maken. We gaan hier bij zijn veren wat grijs aangeven. En daarvoor maak ik het weer eerst even nat. Want dan vloeit het mooier. Vooral het gebiedje waarin je wil dat de verf gaat lopen, dat maak je nat. Dus hier ook. Zo.
En dan brengen we de kleur aan. Ik heb nu penseel nummer 6 te pakken daarvoor. Je kunt ook een kleinere nemen hoor. En dit is pas de eerste laag. Er gaan echt meer lagen over elkaar komen. Ik vind penseel 6 een beetje onhandig groot. Zo. En dit soort waterrandjes, dat haal ik weg met een vochtig penseel. Misstaat op zich niet, maar zo, een beetje meer pigment erin hier en daar. En dan hebben we deze vleugel hier nog. En daar zet ik ook die grijs in. En die grijs, dat is een... het is neutraal tint, neutral tint. Dus een redelijk neutrale kleur grijs. Heeft als voordeel dat je niet direct groen mengt als je bijvoorbeeld met geel in aanraking komt. En ja, dat... Even kijken, dan hebben we dit vakje nog over hier. Daar wil ik weer wat Raw Umber in doen. Ik hoop dat jullie dit soort lijfs leuk vinden eigenlijk, om naar te kijken. Want ik had namelijk bedacht om eens vaker wat te gaan schilderen en tekenen lijf. In plaats van altijd alleen maar met stempels, want eigenlijk is dit wat ik zelf het liefste doe. En waarvan ik hoop dat nog heel veel meer mensen dat ook gaan doen. Ik ben zelf hier ook nog niet zo lang mee bezig. Ik heb er ook geen les in gehad. Ik ben zelf gewoon gaan rommelen. Letterlijk en figuurlijk tot ik het kon. Want ik wou het. En ja, ik hoop dat ik jullie toch ook een beetje kan inspireren om, om je hier eens aan te wagen. Dat lijkt me zo leuk. Doen we gewoon samen een werkje. Voordoen, nadoen. En dan leer je denk ik ook vanzelf hoe, hoe je dat zelf ook een beetje kunt aanpakken. En het grootste gedeelte hiervan is lef hebben hoor en gewoon doen. Maar en wat je bij aquarel nooit moet vergeten, en dat is waar ik het meeste moeite mee had, is de lelijke fase. En de lelijke fase, dat is ongeveer nu. Dat je denkt van, nou, ik weet het niet hoor, maar volgens mij wordt dit helemaal niks. Het lijkt allemaal helemaal nergens op en het wordt niks. En dan moet je doorgaan. Dat is het mooie ervan. Ik pak heel even mijn heat tool, want we moeten verder. Maar ik kan niet verder, want hij is te nat nog. Dit papier is helemaal niet geschikt voor een heat tool. Eigenlijk. De lelijke fase is wel de meest moeilijke fase. Ja, dat ben ik met je eens. Vooral om dan door te zetten. En te denken van dit gaat heus wel wat worden. Wat ik nu ga doen is een beetje die pampastel lijnen wegvegen. En ik gebruik daarvoor die elektrische gum van Derwent. En de batterijen daarvan zijn bijna leeg. Zo. Als die lijntjes een beetje weg zijn. En dan zie je, hier is het nat geweest, kijk. En dit is wat ik bedoelde, als het nat is geweest, dan gaat het niet meer zo goed weg. Zie je dat? Dan zit je ermee. Even kijken of die echt droog is, voordat ik ga vegen en de verf is nog nat. Zo, doei doei. Dus
dit nou weer? Oh, Crimson. Zo, nou, dit is de roodborst. Hij ziet er niet uit. Maar hij gaat helemaal goed komen. Nu wil ik het oogje even gaan doen. Want op het moment dat er een oog in zit. En dan krijgt hij een beetje vorm. En dan wordt het wat aantrekkelijker voor jezelf ook om eraan te werken. Meestal, als ik ingewikkelde ogen heb. Nou zijn deze ogen simpel. Maar als ik ingewikkelde ogen heb, dan begin ik met het oog. Omdat als je die verziekt, dan kun je gewoon opnieuw beginnen. Zo simpel is het eigenlijk. Ik ga het ook niet mooier maken als het is. Als je je oog verpest, dan is het verpest. En mijn Da Vinci nummer 1 penseel, want die zou ik daarvoor pakken. Maar die van mij is niet meer zo lekker puntig. Die is ernstig gesleten. Ik moet nieuwe hebben, maar ik wil eigenlijk Kolinsky penselen kopen. En daar heb ik al een paar van. Zoals... Even kijken hoor, deze. Dat is een Kolinsky 1610. Er zit een hele lange steel aan. Zo lang. En die ga ik even gebruiken voor dit oog. Want wat belangrijk is, ik pak de neutral tint. En ik ga dit heel donker maken. Maar het is fijn om dat met een fijn penseeltje te doen. Met een puntje. En deze staat niet bij de producten van vanavond. Want je kunt het ook echt wel met die Casaneo nummer 1 doen. Zei het niet dat de mijne gewoon eigenlijk game over is. Nou kun je een heel klein lampje in zijn oog openlaten. Nou is dit een heel klein lampje geworden. Je kunt ook met wit kun je er straks een stip in zetten. Oh, kijk, en dat krijg je met die penselen, met die lange stelen. Ik wist niet, ik heb hem online besteld bij de duif en toen wist ik niet dat hij zo'n lange steel had. Ik dacht, oh, Kolinsky, klein puntje, mooi hebben. Zo. Ik vind het mooier als hij iets boller is aan de bovenkant. Oké, nou dat was dat. En dan, dan gaat hij toch wel wat meer leven. Even kijken wat jullie allemaal... Ik probeer even te lezen wat jullie allemaal schrijven, maar het is een beetje veel. Ik lees het straks al even terug. Het is altijd als mensen antwoorden op elkaar, dan wordt het één groot niet meer begrijpbare zooi aan mijn zijkant, zal ik maar zeggen. Losse opmerkingen die zijn wel te volgen, maar als die reageert op die en die en die, dat ziet er zo raar uit als je in de lijf zelf zit. Dat is niet te doen. Maar we zijn er nog niet helemaal met het oog. Wat ik nu ga doen is met een vochtig penseeltje er een cirkeltje uithalen. Dat gaan we opliften, zoals dat heet. Met een nat penseel haal je wat kleur weg. En dan veeg je het af aan een stukje keukenrol. En dan kom je vanzelf, wordt het lichter. Het moet ook niet te licht worden. Dus zoiets. En dan kijk ik straks wel even verder. Ik vind hem hier dan. Moet hij alweer het oog. Daar moet je even tijd voor uittrekken. Want als dat niet goed is, dan word je er niet vrolijk van. Die stip heb ik even weggehaald, die zet ik er straks weer in. Wat ik hier nu wil doen, het is denk ik ook bijna niet te zien als je... Maar ik
ga het op deze laten zien, want dan kan ik dichterbij. Kijk, wat ik hier, dit ga ik doen. Zo'n halve cirkel ga ik eruit halen met die penseel. Dat is wat ik nu zit te frutsen. Maar ik moet gewoon nog even wachten tot die beter droog is. Dus dat komt straks. Nou, laten we dan ook maar gelijk een puntje van die snavel gaan doen. En daarvoor moet ik hem even een beetje draaien, want dat vind ik zelf makkelijker. Gebruik ik datzelfde penseel met die lange steel. Want die heeft een lekker puntje nog. En dan even spieken, trek ik één lijn. Hier langs. En dat mag ook weer gewoon best wel donker zijn. En hier aan de onderkant, die zet ik er ook alvast in. De rest komt straks hoor, want dat kan alleen maar weer gaan uitlopen en mengen. Maar dan heb ik even dat snaveltje. Oh, kijk nou, ik ben helemaal buiten beeld. Sorry, ik zit er buiten. Dat ik was natuurlijk ingezoomd. Dat vergeet ik me wel eens als ik ga zitten inzoomen. Maar goed, wat ik heb gedaan is met die puntige penseel. Doe ik even alsof het er niet zit nu, hè. Zo een lijn bovenlangs getrokken. En zo een lijn onderlangs getrokken. Zodat die vorm van die snavel er vast in zit. Nou, niks gebeurt. Zo. Nou, dan gaan we maar van de roodborst een roodborst maken, denk ik zomaar. Waar is mijn penseel? Ik heb alles weer verplaatst. En dat doen we met de Burnt Orange. Daarvoor maak ik mijn gebied weer nat, waar ik de kleur wil hebben. Heel even kijken. Kijken wie wil dat het weggaat. Ik zal zorgen dat het weggaat. Ik maak ondertussen mijn papier kapot omdat het water toch daarheen was. Maar oké. Zo. Ja, niks meer van te zien. En dan pak ik de Burnt Orange. Daarvan heb ik hier nog een beetje in mijn palet zitten. En dan kun je dus zo die roodborst rood gaan maken. Je kunt dat laagje voor laagje doen. Je kunt ook zeggen van oké, boem, ik heb lef. En ik pak gewoon direct uit mijn napje. Pak ik verf. En dat ga ik aanbrengen. Laagje voor laagje is wat ik je zou aanbevelen. Maar ik weet ondertussen waar ik dingen wil hebben, want ik heb hem natuurlijk al een keer gemaakt. En dat scheelt enorm. Maar dat zo'n dikke laag oranje heb ik er ook niet in gezet toen ik begon. Met een deppende beweging kun je ook meer pigment aanbrengen. Daarmee ga je niet poetsen zo, want dan verspreid je, dan zie je, dan verspreid je het alleen maar. Maar als je dept, laat je het pigment ook vallen in je water. En dat is weer fijn om wat kleureffecten in te krijgen. Hier aan de onderkant moet ik even wat doen, want er zit nog gumsel, omdat het bijna fout ging met gummen. En dat gumsel moet weg. Je moet ook niet gummen in nat papier, hè, maar ja. Zo. Gaan we die randen allemaal weer weghalen. Netjes poetsen. Zo. En je ziet al dat hij nu meer en meer vorm begint te krijgen. En dat je bijna denkt van, goh, het gaat op een roodborstje lijken. Ja, dat is natuurlijk wat we willen.
Zo. Kleine penseel pakken. Zit die nou eens een keer op zijn plek liggen? De elektrische gum, die werkt echt handig. Ja hoor, die gebruik ik voor heel veel. Het is gewoon een gum met batterijen. Niet eens zo heel duur. 6, 7 euro geloof ik tegenwoordig. Maar ik heb ook wel... ik gebruik ook wel gewoon een gewone gum hoor. Een Staedtler gum of zo. Dat gaat ook prima. Het enige is dat ik deze nu bij de hand heb liggen. Ik niet van tevoren had bedacht van, goh, daar ga ik mee werken vanavond. Maar die ligt hier gewoon. Omdat ik voor volgende week al bezig ben geweest met de live voorbereiden. Dus dan, ja, dan krijg je dat. Volgende week begint hier het werkende leven weer. Dus dan hebben we niet meer zoveel hobbytijd. Dus alles wat voorbereid is... Dat is alvast mooi. Zo. Neem ik een nog kleiner penseel. En dan gaan we hieronder aan de slag. En het is hier belangrijk. Hier krijg je zo'n rand. Heel dun wit randje. Onder dat zwarte oog. Zo. En dat maken we straks weer mooier. Nou, dit is voor nu genoeg. Nou, gaat prima. Daniel Smit heeft hele mooie kleuren. Ja hoor, dat, dat klopt. Is voor mij echt mijn favoriete verf, maar dat... En vooral degene die elke week kijken, die weten wel dat dat zo is voor mij. En dat wil niet zeggen dat andere merken geen mooie verf hebben. Maar ik ben ooit begonnen met Daniel Smit. Dus ik ken ook alleen Daniel Smit. Ja, en goedkopere verfsetjes, maar daar gaan we het niet over hebben. Want dat kun je gewoon niet vergelijken met elkaar. Zo. Nou, ik heb hier een laagje transparent brown oxide opgedaan. Om, dat is een mooie ja, middenbruine kleur. En die heb ik hier gedaan om iets meer warm bruin te geven. Waar die Royal Umber wat meer grijsbruin is. Want er gaan nog heel veel laagjes op elkaar komen. Zoals ik al zei. Om dit allemaal een beetje fatsoenlijk eruit te laten zien. Hier onder dat oog ook. Dat gaat donker worden hier. Dit is alleen... je hebt donker en je hebt donker. En dit is veel te donker. Maar met water, dan moet je ook niet gelijk schrikken. Gewoon water nemen. Water, water en de rest komt later. En dan klopt het nou beter. Nou ja, en nou zien jullie wel dat we nog steeds niet bij dit resultaat zijn. Maar ja, dat heeft ook tijd nodig. Je bouwt het laagje voor laagje voor laagje. Bouw je dit op. En soms te donker. Maar als je te donker gaat, kun je het altijd met water weghalen. En dat is ook fijn aan dit boekje, aan dit papier wat hierin zit. Want je kunt met dit papier gewoon je kleur ook goed ophalen weer. Oh.
Nou, dat is echt helemaal niks meer. Dan heb ik ondertussen alle penselen in mijn handen gehad. Maar ik heb hier mijn lange strepentrekker weer. Waarvan ik ook niet dacht dat ik die ging gebruiken vanavond. Maar zo zie je maar. Beetje meer water. Zo. Dan hebben we hier ondertussen redelijk onder controle. Dan heb ik al wat details erin geschilderd. Dat heb ik nog nergens gedaan. Ik heb nog nergens iets met detail gedaan. Ik heb alleen maar kleur aangebracht, kleur aangebracht, kleur aangebracht. En dat gaan we nog, daar gaan we nog wel even mee door. Ja, niet alle kleuren in 5 milliliter, ja. Dan, ik heb zelf altijd de grote tubes. Het is ook niet zo dat de duifste bewust niet, ze bestaan gewoon niet, hè. Die 5 milliliter tubes, die waren er eerst sowieso niet. Daar is Daniel Smit pas later mee gekomen. Het beste, ja, spreek je met elkaar af om wat kleurtjes aan te schaffen of te ruilen. Of er zijn best wel heel veel van jullie nu ondertussen die wat geïnvesteerd hebben in de verf. Dus maak daar gebruik van met elkaar, zou ik zeggen. Zo. Nou, je ziet dat ik ook wel gewoon de grijs in die oranje kletter en andersom. Daar ben ik niet zo bang voor. En laagjes. Laagjes, laagjes. En door die laagjes krijg je ook de diepte erin. Zo, ik keek even in mijn daglichtlamp. Dat is niet fijn, sorry. Die moet een beetje zakken. Ik zie gelijk zelf laagjes. Het is altijd even kijken van, nou, waar gaan we nou weer verder? Maar ik zit hier nog wel oké met die grijs. Ik heb ondertussen dat lange puntige penseel weer gepakt. Want daar kun je zo fijn die kleine dingen mee aanbrengen. Beetje haar, een beetje veren, haren. Ja hoor, Eels. Vogel met haren. En daar waar ik net nog dacht van, oh, dat wordt veel te donker. Kom ik daar nu alweer op terug. Toch eens verder met dat oog. Want dat, als dat gewoon af is. Nee. Het nadeel van dit oogmaak is dat jullie bijna niet zien wat ik aan het doen ben. En ik zelf ook niet, want ik zit in mijn verkeerde licht. Dat is wel irritant met zo'n klein werkje. Nou, dat hielp echt nog helemaal niks. Even dit penseel proberen. Nu heb ik dat bochtje er aardig in hier.
Dan moet alleen straks die stip nog weer opnieuw erin. Maar dat, die komt hier. Dat doe ik met een beetje acryl. Zo. Nou, daar lijkt het er meer op. Er zit hier ook een haar. Die kan ik nog net niet weghalen, denk ik. Want... nee, zie je, het is nog niet droog. Afblijven, Ilse, anders maak je het stuk. Dan gaan we iets donkerders aanbrengen. We gaan met de sepia aan de slag. En die heb ik hier. Want ik wil dat toepetje hier nu wel eens af gaan maken. Die sepia is een donkerbruin. En die zet ik hier puur erop. Zo, en de rest komt straks met die burnt orange. En ik spoel hem uit met penseel. En dan poets ik die sepia niet boenen, maar aaien. Die poets ik hier uit. En dan als dit straks droog is, dan zijn we ondertussen alweer toe aan de volgende laag oranje. Want ik ben nog niet tevreden met hoe fel die is. En pas als die helemaal klaar is met zijn felheid, gaan we kleur weghalen. Dit ruggetje, daar kun je meer burnt amber in doen. Niet burnt amber, raw amber. Eerst het gebiedje weer even een beetje nat. En dan laat ik er wat stipjes invallen. En ik heb hem niet overal meer nat gemaakt. Zo. Beetje bijwerken, want hij had wel een hele bolle rug gekregen. Deze vleugel. Daar mag hem met de sepia wat meer donker in. En door dan heel goed naar je foto te kijken, of natuurlijk naar mijn werkje, want ik zit nu ook naar mijn eigen werkje te kijken van die ik als voorbeeld heb gemaakt. Daar krijgt hij steeds meer vorm en diepte en wordt hij steeds mooier. Maar ja, het is eigenlijk niet iets wat je in een uurtje maakt, maar het is wel iets wat heel leuk is om te laten zien, vind ik. Dat zei Krak. En het blijft een beetje spelen met verf. Heel oneerbiedig is het dat gewoon. Spelen met verf. Hier een beetje schaduw in aanbrengen. Even met de heat tool, dan blaas ik gelijk mijn hele boek krom. Maar daar heb je van die papierklemmen voor, maar ik wil die haar weg hebben. Zo. Nou, dan gaan we nog een keer met de burnt orange en even een papierklem. Dat werkt handig met boekjes. Kun je gewoon een klem opzetten en dan stopt hij met krom trekken. De burnt orange weer, want ik vind dat er nog meer oranje kleur in mag. Het is een rood borstje en dat mag gewoon van je papier afknallen, ondanks dat het al aardig aan het knallen is ondertussen, maar... Er zijn nog wel wat plekjes waarvan ik denk van, nou, daar kan er wel wat bij. Dus dat doen we dan ook. Zo. Ja, en die waterranden. Die werk ik nog weer een beetje bij. Met een nat penseel. Dan vloeit hij net wat mooier. En ik hoor je denken van zo, maar nou wordt hij wel heel rood. Dat klopt.
Maar als die opdroogt, wordt het sowieso allemaal weer wat minder. Zo. En we gaan er straks nog kleur uithalen. En ja, inderdaad, het roodborstje komt steeds meer tot leven. Dat is natuurlijk ook het idee. Dat dat steeds meer tot leven komt. En ondertussen kijk ik goed naar waar zitten de schaduwen, waar zitten de lichte plekken. Want hier zat een lichte plek en die heb ik eigenlijk helemaal dicht gekleurd. Maar dan kan je dus nu met je penseel dat nat maken. En ook gewoon terughalen. Zo. Je kunt dit ook droog blazen. Zo, ik moet het wel even droog blazen, anders kan ik jullie niet alles laten zien. En dat ik wil in elk geval laten zien hoe je hem zelf eventueel verder af kan maken. Maar liever maak ik hem af, want we zijn een heel eind gekomen. En het is lekker al na negenen, maar ach joh, wie, who cares. Dat, we gaan stukken kleur ophalen. En dat gaan we doen met een vochtig penseel. En bijvoorbeeld hier in die borst. Want hier zit een... En dat gaat zo makkelijk, dat zie je hier al. Daar waar ik net zat te hannissen. Gaat het hier echt wel makkelijk. Alleen moet ik even zien dat jullie het ook zien. Met een nat penseel trek ik in mijn verf, door steeds over hetzelfde plekje te gaan, trek ik strepen. En met die strepen kun je... highlights maken. Of die strepen worden je highlights. Dat klinkt beter. En daar is ook zo'n streeppenseel fijn voor. Maar het kan dus ook. Het is een nummer 2 Da Vinci. Daar kan het ook mee. En je ziet nu ook wel waarom ik geel onder de oranje heb gedaan. Want nu komt die gele onderlaag meer naar voren. En dat geeft echt wel een tof effect. Hier met die streperpenseel. Kun je dat dus ook doen. Alleen met die streeppenseel heb je gewoon meer geduld nodig. Maar je ziet als het ware als je vaker met je natte penseel... over dezelfde plek gaat, dan zie je het gewoon gebeuren voor je ogen. Dat je dus die kleur daar ophaalt en wegtrekt. Dus dat maak je niet met wit. Maar die trek je erin. Zo. Wat ook fijn werkt, is om het dan weg te deppen met een stukje keukenrol. Kijk wat ik hier heb. Een stukje tissue. Als je het dan droog dept, dan krijg je ook die randjes niet waarmee je het ophoopt. Zo. En dan dep je het even weg en dan zie je het gelijk heel licht zijn. Moet je altijd met lagen over elkaar heen werken. Nou ja, bij dit soort werk wel. Ik kan daar heel moeilijk over doen. Kijk, als je een stempeltje kleurt en je wil een egaal laagje daar overheen, dan is het kwak en je doet er één laagje op. Maar met dit soort wat meer realistisch werk zou ik zeker in laagjes werken. Want je ziet ook door de laagjes die hele vogel tot leven komen. En dat lukt ze niet.
als je niet in laagjes werkt. En juist ook door highlights weg te halen, zoals nu. Kom je dus ook, komt de hele boel tot leven. Want die highlights hier, die maken dat het kopje gaat spreken. En je gaat zelf merken welk penseel dat beter doet. De ene gaat makkelijker als de ander. Het penseel wat ik net pakte, dat is perfect penseel om strepen mee te trekken, maar dus niet om de verf mee op te halen. Dat duurt gewoon lang. En voor een lijf is iets wat lang duurt niet leuk. En dit is ook wat ik bedoelde, dit met niet elk aquarelpapier kun je deze techniek van het ophalen van de kleuren uitvoeren. Toevallig, ik zit nu in dit boekje te friemelen, maar je kunt ook het papier gebruiken van Vase. Dat is goedkoper aquarelpapier. Zeer fijn papier als je net begint. Om gewoon eens wat op te proberen. Als het mislukt, gooi je het weg. Dan is er geen nood aan de man. En heb je niet gelijk een vel papier weggegooid waar je van gaat huilen. Want goed aquarelpapier, echt goed aquarelpapier, is gewoon duur. Daar loop ik ook wel eens tegenaan. Dat ik denk van... Het is voor het goede doel, maar het is dat ik het leuk vind. Maar ik vind het allemaal soms wel prijzig. Maar ja, ik had een mooi spreekwoord in mijn hoofd wat nu verdwenen is. Maar weet je, dat als het gaat om aquarelpapier, dan is wel de prijs die de kwaliteit bepaalt. En is het leuk als een papier als Vase... Papier, dat Florans aquarelpapier. Als dat dan gewoon eens een keertje helemaal niet zo slecht papier is. En ja, zeker deze lijf is terug te zien. Maar je ziet nu wel dus echt dat vogeltje tot leven komen. Het begint nu een rood borstje te worden. Ah, dat is echt deze jongen. Deze lange penselen. Die zijn zo fijn om streepjes mee te trekken. Maar... Dan zit ik zo snel tegen je camera aan. En maak ik jullie helemaal dronken van. Maar het is even wat het is. Ik doe het niet expres. Zo. Een paar kleine veertjes, streepjes erin gezet. Dan krijg je ook een beetje dat echtere effect ermee. Zoals jullie misschien, hoop ik, kunnen zien. Ik wil hem hier nog iets meer diepgang hebben in die grijs. Nou, ik ben echt in staat. Het is echt een fijn penseel. Maar die lange steel, dat is niks voor lijfs. Als ik daar gewoon zo mee schilder, dan heb ik daar ook geen last van. Maar met lijfs hangt gewoon mijn camera in de weg. Zo, hier heb ik nog een beetje extra. Wel, die grijs die lijkt in het begin heel heftig. En dan valt het stiekem toch nog mee. Ja, je zou zeggen van joh, er kan zeker 20 centimeter vanaf van die lange steel. Ik weet ook niet waar het goed voor is. Waarschijnlijk om heel vrij mee te werken, dat je lekker van een afstand kan werken of zo.
Ja, ik was daar, had ik hem een beetje te dicht gekleurd. Maar dat wordt leuk, hè? Dat gaat toch wel goed komen zo. Ik moet het snaveltje even afmaken, want daar heb ik nog bijna niks mee gedaan. En daar pak ik een beetje transparent brown. En die ga ik hier aan de onderkant erin zetten. En die witte streep die laat ik er zitten. Met een beetje sepia. Maken we er wat van hier. Zo. Nou, dat ging heel snel. Dus die in een razend tempo heeft hij ineens een betere snavel gekregen. Hele lange haar. Vanaf het snaveltje lopen vaak ook zo wat van die kleine veertjes. Zo. Ik vond hem nog een beetje depressief kijken en zo naar boven. Dus dat heb ik even aangepast. Door iets meer pupil hierin te zetten. En dan neem ik een acryl inkt, een witte gouache, een witte aquarelverf. Dat bestaat ook nog. Vase 300 gram zou ik nemen. Dit is 200 gram papier, maar de 300 gram van vase, dat werkt toch, dat kan wat beter tegen water. Dus dat, dus ik zou ten alle tijde de 300 aanraden. Nou, ik heb hier een acryl inkje. En die gebruik ik voor één minuscule stip. Die heb ik in de vorige lijst ook gebruikt om sneeuw mee te maken. Bijvoorbeeld, dit is die van Liquitex. Je hebt hem ook van Amsterdam. En daar gebruik ik één mini stipje. En dan spoel ik gauw mijn penseel uit. Want ik zit gewoon met mijn aquarelpenseel in de acryl inkt. Zodat als je het gelijk uitspoelt voor één klein stipje, is het me vast wel vergeven. Zo, kijk. En met dat stipje leeft het oog. Dat zijn jullie vast ook met me eens. Nou, dat stipje, dat is acryl, dus dat dekt goed, dus dat blijft zo. En dan, dan resten de pootjes nog. En zo. Even kijken hoor, oh hier is die. Pootjes, die zet ik er eerst in met die trans. Ik pak gewoon die lange steelpenseel. Voor de liefhebbers van die lange steelpenseel, we moeten hem even zelf opzoeken. Kijk, ik heb ook met pastel gewerkt vandaag, zie je dat? Nee, ik mankeer niks, maar dit is wandpastel. de 1610 nummer 2 heb ik hier te pakken. Die heb ik dan nu gebruikt om die streepjes mee te zetten. Ik heb een hele collectie van die dingen. Zoals je hier ziet. In allerlei maten. Die heb ik gekocht. Omdat ik ook wel fijn vind om lange strepen te zetten. Je hebt ook bijvoorbeeld deze. Die lijkt erop. Dus ook een nummer 2. En als je dat vergelijkt met de nummer 2. Dit is de 1210. Je hebt de 1210 en de 1610. Die hebben allebei zo'n onhandige lange steel. Nee hoor, die is alleen maar onhandig bij lijfs. Maar de een heeft veel meer haar, veel langere haar als de andere. Dus daar zit meer water in en daar kun je dus net eventjes wat meer detail mee aanbrengen. Nou, de pootjes met transparent brown oxide. En ik begin daar eerst gewoon mee met alles weer opnieuw aangeven, want het is een beetje verdwenen ook hier en daar.
Normaal zou ik mijn neus er wat dichter op planten om te kijken waar het gebleven is. Maar dat gaat nu natuurlijk niet. Dan zitten jullie allemaal tegen mijn kruin aan te kijken. En zo. En voor die pootjes is het wel fijn om een fijn penseeltje te nemen. Want een aantal van mijn penselen die zijn, vooral de kleintjes, die zijn aan vervanging toe. Ik gebruik ze echt, ik gebruik ze elke dag. En dan, ja, dan zijn op een gegeven moment de haartjes wel op. Hoe aardig je er ook voor bent, hoe lief je er ook voor bent. Dus, maar goed. Die zijn opversleten. Als mijn vader dat hoort dat ik dat zeg, krijg ik commentaar. Nou, zo'n fijn penseeltje is voor die pootjes, dus echt wel heel fijn. Dat, ja, natuurlijk, daar kun je grassprieten mee maken. Je kunt met best wel veel verschillende dingen grassprieten maken natuurlijk. Maar die zijn ook echt fijn voor dierenharen of, dat noem je een sleper. Maar binnenkort... doe ik ook een lijf met een andere sleper. Dat penseel wil ik jullie ook graag laten zien. Maar dat komt nog een keer. Het is ook gek met zo'n aquarel. Dan heb ik altijd beginstress. En als ik dan eenmaal bezig ben... dan kan ik bijna niet meer stoppen. Zo. Nou, dan heb ik één laagje van die pootjes. En dan kan je zo met de sepia... kun je ze nog wat donkerder maken, want ze zijn nu nog erg licht. Had ik maar meer tijd. Ja, nou, dat geldt voor mij ook hoor. Want ik heb nu de luxe gehad van, nou ja, twee weken vakantie en een lockdown waarin toch wat meer tijd was. Ik sta voor de klas. Die 2 weken vakantie, ik heb echt zoveel gemaakt. Dat heb ik volgens mij nog in geen één vakantie gedaan. Ik heb heel veel kleurwerk voor Studio Light gedaan. En ik heb allemaal lives voorbereid voor de komende tijd. Waaronder meer schilderwerk, tekenwerk met pastel. Dus we gaan leuke dingen doen. Natuurlijk ook mixed media. Dus ik hoop voor elk wat wils. Maar er zijn best wel weinig lives waarin je echt een beetje kunt schilderen en dat soort dingen. En ik heb wel gemerkt dat daar ook interesse voor is. Plus, heel veel van jullie hebben die Daniel Smit gekocht. Of willen dat misschien nog gaan kopen. Dan is het ook wel leuk als je er een keer wat anders mee kan doen. Als alleen maar achtergrondjes kleuren, toch? Dus ik hoop dat dit dan ook een beetje stimuleert om... de verf te gebruiken. Dan ligt het in elk geval niet aan mij. Als dat niet zo is. Nou, wat ik nu aan het doen ben is in die stam nog wat extra schaduwtjes en structuurtjes aanbrengen. Dat kun je eigenlijk zo gek maken als je zelf wilt. Je hebt een paar van die knoesten erop zitten. Die heb ik tot nu toe vakkundig genegeerd.
Maar ik hoop natuurlijk dan deze week ook een aantal roodborstjes te zien. En als het mislukte roodborstjes zijn, dat geeft ook niet. Hè. Je hoeft niet alleen maar perfect werk te laten zien, want ik vind het ook leuk. Het enige wat ik wel fijn vind, ik wil best tips geven, maar zet het er even bij. Als je nog tips wil krijgen voor het werk wat je hebt gemaakt, dan zet het erbij. Want ik vind het altijd wel lastig als ik dingen zie die misschien beter kunnen. Niet iedereen waardeert dat altijd. Dus zet het er even bij als je zegt van joh, en ik wil niet, ik ben geen volleerd aquarellist. En ik doe ook maar gewoon alles wat niet hoort. Maar het werkt wel voor mij. En dat is, ik heb het mezelf aangeleerd. Ik ben dus niet op les geweest. Ik heb nooit de officiële tips en tricks geleerd. Tuurlijk is er heel veel technieken zijn overal en nergens te vinden. En kun je leren bij Julia Woning. Heb ik een aantal lessen gevolgd die super leerzaam waren. En maar echt leren aquarelleren. Live ook, want bij Julia Woning heb ik wel een aantal online dingen geleerd. Net als jullie dan weer wat van mij leren. Maar verder heb ik eigenlijk nog nooit daar les in gehad. Maar gewoon zelf proberen en zelf kijken van, goh, hoe werkt dat? Hoe wil ik dat het eruit ziet? En hoe ga ik dat bereiken? Nou, en dan ga je wat proberen. En dan mislukt het 500 keer. Dan ga je op een gegeven moment denken van, oh, nou, je zou bijna denken dat het ergens op begint te lijken. En uiteindelijk gaan dingen soms ineens lukken. En het zou heel goed zijn dat als iemand, een echte aquarellist mij ziet gaan, dat hij denkt, oh, wat doe jij nou? En je vertelt nog mensen ook. Maar weet je, dit is wat voor mij werkt. En ik denk creativiteit is iets, daar moet je plezier aan beleven. En heel veel regeltjes voor iets verpesten het alleen maar. Natuurlijk zijn technieken handig om uit onder de knie te krijgen. Dat zo en zo. Maar dit hoort niet, dat mag niet. Waarom? Het werkt toch? Als het werkt is het goed. Daar ben ik altijd van. Heb je het leuk gehad? Heb je er wat van geleerd? Heb je het naar je zin gehad? Heb je er met plezier aan gewerkt? Dat zijn voor mij de dingen die tellen. En heb je alles volgens de regels gedaan? Interesseert mij geen, niks. Laten we het netjes houden. Dus ook in die boomstam, en dat is eigenlijk wat ik hier nu aan het doen ben. Ik zit wel lekker te ratelen. Maar breng je gewoon steeds wat laagjes aan. En kun je met verschillende kleurtjes bruin. Je kunt zelfs wat oranje van die burnt orange er nog in doen. Kun je hiermee aan de slag. In het evenement van vanavond staat de foto. Dus kunnen jullie hem ook zelf maken. Het voordeel van deze foto, daar moet ik misschien nog even wat over uitleggen. Dat ga ik niet elke week doen, maar deze foto die komt van Pixabay. En die mag door iedereen gebruikt worden. Die foto van die hop en die blauwborst die je zag, die heb ik van een bevriende fotograaf. En dat zijn in principe geen foto's die zomaar gebruikt mogen worden zonder dat de fotograaf daar toestemming voor geeft. Dus als je naar pixabay.com gaat, daar kun je alle foto's downloaden zonder dat je er ooit gezeur mee krijgt. Want dat is gewoon free for all. Mag iedereen gebruiken. Zonder gedoe. En op Facebook zijn er ook leuke groepen voor. Foto's die je zonder gedoe mag gebruiken.
Ik weet nou even niet. 1, 2, 3 een naam uit mijn hoofd. Sorry, er zit een berichtje voor de tekst hier. Zo. Dus als je die foto... Ik heb die foto bijgesneden trouwens. Zodat ik alleen het roodborstje in beeld had. Want het was helemaal niet zo'n interessante foto. Maar het roodborstje stond er wel interessant op. Dus dat is soms ook wel handig. Nou, en daar zijn we bijna. Is die toch bijna af? We zijn wel 1,5 uur verder. Maar... Ik had dit ook wel sneller gekund misschien. Volgende keer iets minder kletsen. En volgende keer zet ik de schets alvast op. Als ik dat gedaan had, had ik het gered. Ik heb natuurlijk eerst nog heel lang over pampestel lopen kletsen. En over dat soort dingen. En over die boekjes. Dat gaan we dan de volgende keer niet doen. Zo, het laatste gedeeltetje. Ik heb ondertussen knijterdorst, maar nu zou ik het ook afmaken ook. Zo. Ik zet hier wat streepjes en die poets ik uit met mijn penseel. Niet dat je denkt van, oh Jos, wat doe je nou? Maar die klem zit hier gruwelijk in de weg. Kan er niet bij. Zo, weg. Dit wil even niet helemaal lukken zoals ik het voor ogen had. Maar geduld is een schone zaak. Daar komt hij al. Deze boekjes die zijn inderdaad bij de Duif te koop. Die staan bij de lijf van vanavond. Wacht, ik zal die even kijken hoor. Zo. 1, 2, hatseflats. Oh, dan ben ik mezelf weer kwijt. In de link. Ja, ik klink ineens anders. Dat klopt. Ik had het penseel in mijn mond gestopt. Sorry. Ik moest hem ergens kwijt. Ik doe dat wel vaker. Als ik zelf aan het schilderen ben dan, en ik moet het penseel even kwijt, dan stop ik hem in mijn mond aan de achterkant. En dan, omdat ik er nu, ik had er allemaal verf aan zitten, dus dan wil ik hem niet neerleggen, want dan wordt alles weer vies. Maar ik wilde voor jullie even die link opzoeken naar de producten van vanavond, was ik alweer vergeten. In al het geschilder. Zo. Nou, kijk. Nou is die beter gelukt. Nou. En zo heb je best een heel aardig vogeltje gemaakt. De eerste in dit boek. En dat er nog maar veel mogen volgen, denk ik zo. Maar dan gaan we nog eens wat vaker doen. Gebruik liever geen heat tool. Laat het aan de lucht drogen. Dat is nog iets wat ik al 1000 keer verteld heb. Want ja, dit is nu gebobbeld. Maar dat was niet gebobbeld geweest. Als ik niet... Oh joh, wat ging ik nou zeggen? Als ik de heatron niet gebruikt had, dat wou ik zeggen. Nou, ik denk dat we er zo zijn. Deze roodborst die is zelfs nog iets roder kwam borst als zijn broertje. Even uitzoomen, kunnen jullie ze allebei zien. Zo. Dan hebben we ze hier allebei naast elkaar. Nou, ziet er goed uit, toch? En zo kun je de verschillen zien. Ik ben niet ontevreden over dit resultaat, moet ik zeggen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik hoop dat jullie het gaan proberen en dat jullie het dan ook laten zien. En volgende week ben ik er 3 keer.
Dinsdag ben ik er bij Studio Live. Dan zou ik het leuk vinden om jullie daar ook te zien. En donderdag en vrijdag ben ik hier bij de Duif. Met weer met aquarel en met iets met pampastel. Dus ik zie jullie hopelijk volgende week. Als je denkt 3 keer Ilse, dat ga ik echt niet doen. Dat ook even goede vrienden. Ik vind het wel leuk als ik een keer ergens anders bijvoorbeeld bij Studio Leijten gast ben. Dat ik dan weer wat van jullie ook terugzie. Dus nou, tot volgende week. En ja, fijn weekend. Doeg!